Goedemiddag, veel man. Ja, sommige kennen men, de meeste niet, denk ik. Dus ik zal even zeggen wie ik ben. Ik ben Erik van Urk. En ik ben eigenlijk initiatiefnemer van de gasthuishoeven. Ja, wat doen wij hier eigenlijk? Eigenlijk doen wij hier de samenwerking met een grote groep ondernemers. Ik ben woonbreker. Ik ben al 27 jaar woonbreker. En een jaar of 12, 13 geleden ben ik begonnen met een beurs te organiseren voor boomwees hier uit Omtrek, voor de groothandel eigenlijk. Dat doen we nu inmiddels, doen we dat al, al die jaren. We zijn wat met 58 boomwekers die hier gezamenlijk de afzet doen. Dat is eigenlijk het eerste begin van het samenwerken. Gewoon onderling, geen rapporten typen, geen niks, gewoon beginnen en aan de gang. Het is een groot succes. Die beurs, er komen er altijd 1100, 1200 man elk jaar. Iedereen is tevreden. Daarna hadden wij het probleem dat de acties van planten en alles, dat ging goed. De kleinere aantallen, dat werd een probleem, omdat wij ver van de handel af zitten hier in Brabant. En de transportkosten werden duur. Dus toen hebben wij weer de koppen bij elkaar gestoken met z'n allen. Toch hebben we Centrum Rood Brabant opgericht. Nou heb ik niet zo'n capaciteit om Centrum Rood Brabant aan de gang te houden, maar Jeroen Erve die werkte bij ons en die had dat wel. Dus ik zeg tegen Jeroen, dan gaan we samen doen. En dat loopt nu een jaar of drie. Daar werk ik nu 15 man. Vier vrachtwagens op een dag en dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Een vervolg daarop was dat we steeds meer particulieren kregen die hier planten wilden kopen, omdat ze zagen dat hier een groep boomkwekers bij elkaar zat en die wilden kopen bij de bron, niet hier in het tuincentrum, maar gewoon rechtstreeks vanaf de producent. Daar hebben we een hoop last van, want wij zijn helemaal niet gericht op particulieren, dus elke keer kijken we elkaar aan de zuchten van wie helpt die mensen nou weer aan die plantjes. Ik denk, ja, we moeten of daar hoeven we mee stoppen en een bocht aan de weg verboden voor particulieren, of we moeten iets doen om die particulieren ook te benaderen. En dat is eigenlijk het begin van de gasthuishoeven geworden. Ik denk ongeveer een groep van 18 boomkwekers zijn we daar gezamenlijk mee begonnen. We wilden geen tuincentrum, maar we wilden laten zien hoe een plant in de volle grond groeit en hoe dat die staat. En ook na een paar jaar, als je in de winkel een plantje koopt, dan koop je vaak een klein potje met twee takjes erin, een heel groot etiket. En dan moet je dan ongeveer maar denken hoe dat dan gaat groeien. Wij willen hier een plant laten zien in zijn huidige vorm. We hebben hier een hectare tuin aangeplant met 18 kwekers en daaruit gaan wij ze verkopen. Alles vers van de kweker. Wij komen met Center Point Brabant twee keer per dag bij alle kwekers. Dus de transport richting hier is geen enkel probleem, want die planten kunnen gewoon meeliften. Toen we daarmee bezig waren, toen kregen we steeds meer andere producenten uit de streek die zeggen van ja, we kunnen voor ons ook niet doen. De Center Point is best wel een geslaagd project, kunnen ook niet doen. Voor onze producten. Toen dacht ik van ja, als wij hier andere producten erbij hebben, dan krijgen we een bredere doelgroep. Anders komen er alleen maar mensen die planten willen kopen en zo krijg je een bredere doelgroep. Dus laten we dat ook maar bijpakken. En dat is eigenlijk een marktpleintje geworden. Dat is nog in ontwikkeling, dat wordt nog uitgebouwd. We hebben er een stukje horeca bij gedaan, dat doet Daan Verzochel. Ik moest een horecaman hebben die mee wilde investeren en ook als het dus even te slecht gaat dat hij een keer misschien de kop schudt en doorgaat. En daar heb ik dan verzorging in gevonden, perfecte wel. En nou, daar hebben we mooi mee groepje en dat loopt eigenlijk goed. Dit moet dan nog zijn eigen bewijzen natuurlijk, we zijn net begonnen, maar ik heb er een goede gevoel bij. En ik zie dat we hier met 120 man zijn, dan denk ik wel dat als het een geweldige dag is, dan komt het goed.